Nederlanders. En dus gaan alle Nederlanders naar Hans. Voor gewoon goed advies, de leukste montuur en de beste prijs. Zoals nu, de tweede bril helemaal gratis. En dan niet een waardeloos extra brilletje, maar een complete bril met kansleerende en ontspiegelde glazen. Kom dus snel naar Hans Anders. Ook de Consumentenbond houdt ons scherp in de gaten. Jumbo's Huttelaar-menage is als beste getest en uitgeroepen tot beste koop. Kijk, daar zeg ik een loop tegen. Première bij Hans Anders, want als eerste grote optieketen in Nederland bieden we het dunste glas ter wereld. Who the hell are you? We're consulting detectives. Sherlock Holmes, I've been asked to examine this crime scene. En daar heeft hij zo zijn eigen methodes voor. I like the shit in. So we are to stay out of his way. And he'll be a sprint to the truth. Team bij Hendrik Ido Ambach op de Rijksweg A16. Surfield de Kees en Dani zien een golfbestuurder naderen die hen helpt zitten werken. De surveillant schakelen naar de achtercamera en betrappen de bestuurder op heterdaad. Dani spreekt hem aan. Meneer, ik ben Goeiedag. Dani, het volgende? Wat dan? Bellen. Ja, dat klopt. Ik krijg een beloning voor. Ja. Mag ik even het rijbewijs zien? Dankjewel. Zo, hoe rijbewijs heb je? Ja. Mag ik daar naar mijn rijbewijs? Oké. Maar heb je geen headset of een carkit? Nou ja, als je zo voor op de weg zit. Ja. Toch? Wel. Maar ik had een vraag. Ik heb die steun daar zitten. Stel, ik word geappt. Ja. Mag ik dan wel gewoon een antwoord geven? Of mag dat ook niet? Nou, kijk, wettelijk gezien, dat staat in de wet, ja. In het RVV, dat je de telefoon niet tijdens het rijden vast mag houden. Ja. Nou, als die in de houder zit, dan heb je hem niet vast. De vraag is alleen of dat nou zo verstandig is. En of je niet beter gewoon hier eventjes een rustig plekje kan zoeken en om daar op een fatsoenlijke manier te antwoorden. Maar officieel is het niet strak. Nou ja, dat is hetzelfde als je hem in de houder hebt zitten en je moet bijvoorbeeld een telefoonnummer intoetsen. Ja, dat mag ook. Ja, maar je mag hem niet in je hand houden, er zijn heel veel verschillende varianten. Je mag hem niet op schoot hebben, je mag hem niet tussen je oren en je schouder plekken.